Yeah, these are the kinderkoppen. The child cobblestones. In the Groenpoort. Looking at us. Yeah. Yes, we're gonna go in. That's the thing. Goed. Ik heb een foto al gezien. Binnen, in alles wat er is, diep daar beneden, was er dit gedichtje. Een geruisloos dingetje, verlegen, praktisch onzichtbaar voor het blote oog. Je moest je verbeelding gebruiken om het te kunnen zien, daar. Maar het zat daar. Diep, diep beneden in de diepste kern. Zie je het daar zitten? Een minuscuul gedichtje, zoals dit bijvoorbeeld. Ja, waarom niet dit gedichtje dat volop bezig is geschreven te worden in je mond? Nu, ja. Binnen in het geheel van alles dat er is, alles dat er was, alle kruimels en speeksel, alles dat er ooit was in de wereld, alles dat er ooit was en zal zijn. Te midden van alles, een minuscuul dingetje van niets, verlegen, praktisch onzichtbaar voor het blote oog. Trek het eruit, nu. Haal het binnenste buiten vooruit. Geen schrik, het is maar een klein gedicht. O ja. Nu heb je het. Zie je longen en nieren en pancreas, je hele lichaam, alles binnenste buiten, ja. Al het goede en al het slechte en al het lelijke dat er ooit was, binnenste buiten, kom aan. Alles dat er had moeten zijn en niet was, alles dat er ooit zal zijn of niet. Een groot, machtig alles in een minuscuul dingetje van niets. Vreemd vind je niet? Prachtig toch? Doet je het niet ongelooflijk licht voelen en tegelijk swingen in de maat? Het zou filosofiek kunnen zijn. Ja, zus. Of knettergek. Well, just for fun, he was always writing haiku. And so sometimes, like, when he was sat through a meeting or whatever, he would write a little haiku. And so he was the prime minister poet.